Welkom. Bedrijven worden vandaag de dag gechallenged om feitelijk een groen beleid te hebben en de uitstoot te verminderen. We zitten vandaag samen met Philippe. En Philippe, jullie hebben een bijzondere combinatie gemaakt: uitstoot en field services. Dat vraagt wel enige toelichting. Klopt, en dat ga ik graag doen uiteraard. Eerste vraag dat we toch ons moeten stellen is van wanneer moeten we daar nu mee aan de slag? Dat antwoord is eigenlijk zeer eenvoudig. Dat is namelijk morgen. Want 2030 is niet zo ver niet meer. Nu, om die uitdaging aan te gaan, zullen we elk bedrijfsproces sowieso tegen het daglicht moeten houden. Ook dat van field services. We kunnen snel een aantal zaken gaan bedenken die wel degelijk een impact kunnen hebben. Als we bijvoorbeeld denken aan de snelste en efficiëntste route berekenen. Inzetten van slimme sensoren, zodat we proactief bepaalde onderhouden kunnen plannen. Het juiste vervoersmiddel inzetten. Zorgen dat klanten zich zelf kunnen behelpen door snel de juiste informatie te bezorgen. Al deze zaken hebben wel degelijk een impact op je uitstoot. Ja, het lijkt me belangrijk om die inderdaad aan te pakken. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat je voor een aantal uitdagingen stelt. Welke komen jullie tegen bij jullie klanten? Klopt. Ik zie dat veel field service verantwoordelijken daarmee bezig zijn. En wel degelijk hun dienstverlening willen vergroenen. Maar snel botsen op een aantal beperkingen. En veruit de belangrijkste beperking is eigenlijk op het technologisch vlak het versnipperd landschap. Dat eigenlijk ervoor zorgt dat ze bepaalde tools niet kunnen implementeren of toch heel moeilijk en niet kunnen linken aan bestaande systemen zoals hun CRM-systeem. Ja, nee, en zien we wel vaker inderdaad dat het een beetje een soort van patchwork is van verschillende systemen naast elkaar, nog niet helemaal samenwerkend. Om die stap dan te maken, hè, wat is de aanpak, hoe begin je eraan? Ja, dat is eigenlijk kiezen voor een platform of een ecosysteem dat je het leven makkelijker maakt. Dat je in staat stelt om klanteninformatie te gaan centraliseren en waarbij je makkelijk bepaalde tools gaat kunnen implementeren en ook snel kan aanpassen indien nodig. Zoals bijvoorbeeld het platform van Microsoft Dynamics dat zeer veel tools bevat die het leven makkelijker kan maken. Ja, mocht ik nu dit horen, zou ik misschien wel getriggerd zijn om daar veel meer van te willen weten. Hè? Zou we kunnen kijken of die oplossingen ook voor ons bedrijf oké zijn. Hoe leren ze daar meer over? Om dat wat concreter te maken, organiseren we op 9 december een uniek event waarbij we onder andere veel dieper zullen ingaan op welke invloed Microsoft Dynamics kan hebben op de vergroening van uw dienstverlening en wel degelijk uw impact, uw uitstoot kan verlagen. Dus op 9 december, van harte welkom op ons event, de uitdagingen in the future of field services. Ben je betrokken bij field service en wil je ook, net als vele andere bedrijven, daar minder uitstoten? Schrijf je dan vandaag nog in en dan zien we je heel graag op 9 december.